Hoi, ik ben Thomas Klompenberg, specialist van Meegesmaat Farming. Ik leg jullie uit hoe MFK werkt. In deze video geef ik toelichting op het kopakkermanagement. Om ons werk automatisch uit te voeren, hebben we het kopakkermanagement, wat we in kunnen stellen in onze Datatronic 5. Om bij het kopakkermanagement te komen, druk ik rechtsbovenin om bij het menu uit te komen. Ik druk op de trekker met de pijl, zodat we bij de instellingen van het kopakkermanagement uitkomen. We kunnen een sequentie opnemen. Dat betekent dat alles wat we op dat moment uitvoeren, wordt opgenomen en opgeslagen. Maar we kunnen ook handmatig invoeren wat onze bewerkingen zijn. Hiermee druk ik op de drie stipjes en begin ik met de ingaande bewerking. Als voorbeeld wil ik bijvoorbeeld mijn hef laten zakken. Ik klik eerst op het hef-icoon en vervolgens de hef naar beneden. Ik druk op oké en we zien dat het icoon is ingeladen. De volgende stap is in mijn geval het inschakelen van mijn GPS-systeem. Ik druk op het icoon van het GPS en vervolgens op de groene knop, wat betekent inschakelen. Ik kan vervolgens instellen of ik dit direct naar elkaar wil laten gebeuren of dat er of een tijd of afstand tussen moet zitten. In dit geval heb ik 0,5 seconden staan, maar wanneer ik op de trekker druk zien we de S en M worden en betekent het dat het na een halve meter gebeurt. Ten slotte wil ik in dit voorbeeld ook nog een toerental selecteren, toerental aan en druk op oké. Dit is mijn ingaande bewerking. Wanneer ik de uitgaande bewerking ook in mijn kopakkermanagement wil zetten, druk ik weer op de drie stipjes en zorg ik ervoor dat ik eerst een pauzeknop instel. Er zijn twee mogelijkheden om het kopakkermanagement te starten. De ene is door één keer kort te drukken, wat betekent dat stap voor stap elke handeling wordt uitgevoerd bij elke klik die we maken. Wanneer we de knop lang gedrukt inhouden, worden alle acties automatisch uitgevoerd tot de pauzeknop. Wanneer ik dus de ingaande bewerking in één keer wil laten uitvoeren, moet ik de knop lang gedrukt inhouden en stopt die automatisch bij het pauzeteken. Wanneer ik de uitgaande bewerking ook in mijn kopakkermanagement wil zetten, druk ik op de drie stipjes en zeg ik vervolgens dat ik mijn hef omhoog wil doen. Vervolgens het toerental wil deactiveren, wat in dit geval het rode teken is. En vervolgens ook mijn GPS uitschakelen, wat ook hier het rode teken is. Vervolgens zorg ik ervoor dat ik op het einde ook weer een pauzeteken heb, wat ervoor zorgt dat daarna de ingaande bewerking automatisch weer gestart kan worden. Op deze manier kunnen we eenvoudig ons kopakkermanagement gebruiken. Om het kopakkermanagement te activeren, drukken we op start. We zien dat we niet meer kunnen bewerken en het kopakkermanagement kunnen starten. Wanneer we dit bijvoorbeeld ook weer willen geven in ons hoofdmenu, druk ik op de plus aan de linkerkant. Ik verwijder een aantal andere opties en zorg ervoor dat er ruimte is voor mijn kopakkermanagement. Ik klik op het icoon voor het kopakkermanagement en wanneer ik op de vorige knop druk, zien we dat de eerste bewerking en de volgende bewerking van het kopakkermanagement ingesteld staan. In dit geval zit ik in een MF8S en ga ik even kijken waar het kopakkermanagement op in is gesteld. Ik ga naar de toewijzing van de functies en ga in dit geval op F1 mijn kopakkermanagement instellen. Ik druk op het icoon, al eerst F1 leeg en zorg ervoor dat we nu op F1 ons kopakkermanagement hebben staan. Wanneer ik F1 dus indruk, kunnen we alle acties uitvoeren en kunnen we automatisch bewerkingen uitvoeren. Dit zorgt ervoor dat we eenvoudig kunnen werken binnen het juiste menu en meer tijd overhouden om rustig te genieten van onze MF. Wil je meer leren over de MF Guide? Kijk dan een van onze andere video's.